Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. Heel wegen door, woi woi. Brian Vlogs. Jawel, jawel, jawel. Hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Ik ben Brian van Brian Vlogs. Ik maak samen met mijn broertje Bilal, die het syndroom van Down heeft, maken wij wekelijks video's. En waarin heel veel humor naar voren komt. En het gaat vooral om succes. Het is echt een voorbeeldkanaal waar niet gescholden wordt, waar niet neerbuigend wordt gedaan over vrouwen, racisme, discriminatie, weet ik wat allemaal. Het is echt een video van alleen maar positiviteit en alleen maar liefde. Dus voordat ik verder ga, vergeet alsjeblieft niet te abonneren, vergeet niet te delen zometeen en vergeet niet te liken. Vandaag een hele bijzondere video, dames en heren. We zijn nu ongeveer zo'n 5 maanden verder, betreft de bijzondere situatie rondom corona. En Bilal, mijn broertje, die mocht al die tijd mocht hij niet naar huis. Hij mocht zijn familieleden niet zien. Hij heeft mij 4,5 maand niet kunnen zien, dus sinds 2 weken zie ik hem eigenlijk weer. Maar je moet je even voorstellen dat Bilal gewoon zijn ouders 5 maanden niet heeft gezien en zijn andere broertjes. Zijn neefjes, noem maar op. Geen enkele familie behalve Khadija en ik. Het is vrij zwaar, vooral natuurlijk ook voor mijn ouders en voor mijn broertjes. Maar het is uiteindelijk allemaal ergens goed voor geweest. Het is uiteindelijk met het doel dat hij de virus niet zou te pakken krijgen. En dat is best wel lastig, want ik kan me voorstellen dat heel veel kijkers zeggen van ja, maar dan neem je broertje mee in huis, dan zorg je toch voor hem. En ja, als je dit zelf niet hebt meegemaakt, dan weet je eigenlijk niet wat je daarbij voelt en hoe lastig dat wel niet is. Natuurlijk heb ik daarover nagedacht, maar het was gewoon niet te doen. Het was eigenlijk geen optie. Maar goed, na 5 maanden zijn familieleden niet heeft gezien, is het vandaag eindelijk zover. Afgelopen week, toch op de donderdag, kreeg ik weer een mailtje en kreeg ik weer een telefoontje van: luister, er zit iemand op de woning met koorts, er bestaat een kans dat diegene corona zou hebben. Ze hebben de test afgelegd en we hebben te horen gekregen dat er gelukkig geen corona is binnen de woning. Dat is echt fijn nieuws, want ja, vertel jij maar aan iemand met het syndroom van Down dat je naar je familie mag na 5 maanden, super blij. En dat je dan uiteindelijk van het gaat niet door. Dus dat was echt eventjes een hele lastige situatie. Kijk eventjes sowieso even mee terug. Hoe Bilal reageerde op het feit dat hij zeg maar te horen kreeg dat hij naar huis mocht. Ik heb hem natuurlijk verteld, zoals jullie hebben gezien, van de dokter vertelt dat we elkaar niet mogen zien vanwege de corona. Vanwege de virus. Dus de dokter heeft gezegd. En als de dokter zegt, dan luister je daarnaar. Nou ja, goed. En de dokter, dat is allemaal, hè, niet allemaal echt. Ik kan moeilijk zeggen de RIVM en noem maar op. En COVID en weet ik wat. Dat begrijp je helemaal niks van die jongen. Dus ik moest even doktertje spelen met een andere stem. Heb ik natuurlijk aan Bilal verteld. Van luister eens Bilal, je mag weer naar huis. Vind ik zelf een van de mooiste stukken. Kijk eventjes mee terug hoe hij reageerde op de dokter. Hoe was hij dat deed. Ik heb voor jou de dokter aan de telefoon. Hi. Ja, Bilal. Hele goede dag. Spreek ik met Bilal? Ja. Jou heb ik nodig. Je spreekt met de dokter. Wie is Khadija? Hallo. Bij je vrouw. Altijd. Naar mijn vrouw. Is dat jouw vrouw? Ja. Oh, ik zie hier staan dat de vrouw van jouw broer is. Is het nou van jou of van jouw broer? Ja. Hij is mijn eigen. Oh, dat wist ik niet. Ik heb een nieuws voor jou, Bilal. Oh ja. Wil jij dat weten? Ja. Ik ga dat nu vertellen, Bilal. Hey. Hey, Bilal. Ja. Jij mag volgende week, ja, naar jouw broer. Jouw broer? Ja. Hey. Er is, dus dat betekent geen corona volgende week, Bilal. Jij mag bij je broer slapen. Oké, is goed. Ja, ben je daar blij mee? Ja, goed, is goed. Hey, en Bilal, moet ik langskomen om jou een prik te geven? Is dat nodig, denk jij? Ja, we gaan aan het dat ik hem ga door de Brahima geven en mijn Khadija geven. Oh, dan moet een prik aan Brahima en Khadija en jij niet? Ja, ik heb een broer met mijn Khadija. Hé, Bilal. Hé, Bilal, ik heb gezegd, dan mag ik gewoon
Mag je volgende week naar huis? Ja. Nee joh. Dus je mag gewoon naar... Zo hé, en heeft de dokter jou gebeld dan? Ja. En heeft hij ook nog iets gezegd over een prik? We moeten kaarsen van Khadija. Oké, maar moet... Brahim en Khadija moeten zijn prik? Ja, we moeten prikken. Oh, en jij? Ben ik niet. Eerlijk, was dat geen dingstuk? Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het helemaal geweldig. Vooral met die prik, hij heeft niks met prikken. Nou ja, te veel gezegd. Hele superlange intro. Ik ga nu naar Bilal. Ik haal hem op. De familie zit bij elkaar. Bilal mag niet te veel familieleden om zich heen. Dus andere neven, nichten, weet ik van, die komen allemaal later. De mensen die, alsjeblieft, als je ons op straat tegenkomt. Je kan best een foto maken, maar alsjeblieft, hou die afstand. En zorg niet ervoor dat er een nare situatie komt. Zijn jullie er klaar voor of niet? Luister, ik weet dat jullie in de woonkamer zitten. Naast je ouders, broers, weet ik veel zussen. Ben je er klaar voor of niet? Jalla, loop mee. We gaan nu naar Bilal. Aardig dat je. Love. Nooit thuis, man. Mama vraagt waar ik uit dan. Ben op zoek naar die uitgang. Al moet ik daarvoor naar Duitsland. Of België. Ik ben terug, beter bel niet. De straat is bloot net als Chelsea. Maar met je vrouw maak ik selfies. Nou, lekker weertje ook. Hij zit te kijken. Ja. Oh. Kijk eens. Alles goed? Hè? Ja. Hey, alles goed of niet? Ja. Hebben we er zin in? Ja. Wat gaan we doen dan vandaag? Nice. Ga je naar huis? Nou, ben je klaar voor? Ja. Of blijf je hier? Tot morgen, Bilal. Hey, je weet wat we vandaag gaan doen, hè? Je mag weer blijven slapen bij Brian. Brian slapen. Hey. En weet je wat er nog meer gaat gebeuren? Oh ja. Zal ik dat eens even vertellen? Ja. We gaan naar papa. En mama. Ja. En ook Mufafa. Mufafa. We gaan naar Mufafa. En Abdullah. Ja. En Ryan. Zo. Sabia. En Emmy. Ja! En ook Khadija! Ja! Zullen wij even bloemen halen voor papa en mama? Ja. Vind je dat een goed idee? Ja. Zeker weten? Ja. Nou, hè. We gaan achteruit. Ik ga geen bruid meenemen, Bilo. Je gaat toch niet trouwen? Sla, ina, zij is het in de met. Allah, zij Ali. Brian Vlogs. Wat dat? Elfen. Ja, hij is vast. Gaan we praten. Ja, mensen. Hier is het blauw Khadija! Ja? Ja. Bidla, of is dat licht van Khadija, hè? Kom. Smijst hij wel of niet open? Oh, jawel. Hij is open. Kom maar. Goeiedag. Mijn broertje, die wil een cadeautje kopen voor wie? Papa en? Mama. En mama. Door de corona heeft hij 5 maanden mijn ouders niet gezien. Dat snap ik. Nou, dan gaan we een mooi bosje maken, toch? Ja, toch? Ja, zeker. Deze. Die rode. Ja. Mooie dahliaatjes. Zijn dat dahliaatjes? Zal ik ze even mooi inpakken dan? Ja. Ga ik ze even een mooi cadeautje van maken, jongen? Deze van Khadija. Ja, maar wat denk je dan? Dat je bij de groenteboer staat, Bida. Jawel. Van Khadija. Ja, en die ook. En die ook? Even mooi inpakken. Voor Khadija. Ja, die is voor Khadija. En deze is voor papa en mama. Jongen. Kijk, en nog eentje die meegeven. Zo. Wat zeg je dan? Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ik moet wel afrekenen met je, dankjewel. Ik moet afrekenen jij. Lekker goed. Toch leidelijk, hè? Luim. Kom, we gaan. Mama, jij bent voor mij deze wereld.
Het leven is moeilijk, niet eerlijk. Jij bent mijn alles, ik zweer het. Mama, ma, niemand gaat ons kunnen breken. Jij bent de vrouw van mijn leven. Voor jou doe ik alles, dat weet je. Mama, ma, jij bent voor mij deze wereld. Nou mensen, het is zover. Onze grote vriend. Het is zover hoor. Jawel, jawel, jawel. Welkom bij de Breaking News, dames en heren. Jullie weten zo nu en dan, vind ik het gewoon super tof om iets te betekenen voor de maatschappij. Om iets te laten zien waarvan ik denk, hey, dit verdient echt respect. Ik ga nu een aantal kinderen opzoeken die eigenlijk de karate training volgen. Super jong kinderen, rond de 12 jaar. Ondanks de situatie met corona dachten zij, wij moeten doorgaan. En toen kwamen ze met een initiatief. Dat vind ik echt gruwelijk, is gewoon dat zij gaan livestreamen. En daarmee zijn zij ook gelijk ondernemer. En dit is gewoon, dit verdient heel veel respect. Dus kijk eventjes heel kort mee, voordat de video weer verder gaat. We hebben net een online workshop gegeven aan mensen die online thuis keken. Dus eigenlijk kunnen mijn kijkers meedoen met jullie. En dan moeten ze een bijdrage leveren. En dan kunnen zij training volgen bij jullie. Ja. Maar wacht eens eventjes jongens. Wat gebeurt er met het geld dan? Je kan kiezen of je gaat met de begeleiders naar het pretpark of je mag gewoon zelf het geld houden wat je zelf verdient. En ondernemen, dat gaat in stappen. Soms kan je wat verliezen en soms kan je heel veel winst maken. Ja. Maar het leukste aan ondernemen is doorzetten. Ja. En jullie hebben uiteindelijk voor gezorgd dat ik hier sta. Ja. Dat is ook ondernemen. Ja. Ja. Er staat nu iemand in de woonkamer. Die zit met zijn vader naar jou te kijken. Ja. Wat ga je nu tegen hem zeggen? Kijk om 5 uur vrijdag naar onze livestream. Juist. Wat moeten de mensen doen? Kopen. Abonneren. Ja. Allah, dit zijn echt ondernemers. Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Okay. En kopen. Wij zijn echte, 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 echte... mannen! En wij geven iedereen alleen maar... liefde! En wij zeggen altijd... positiviteit! Aardig bedenkje. Ik hoorde iemand zeggen... en vrouwen. Maar, nee? Ja. Ik noem me een moment video. Nog iets, nog één ding. We hebben een cadeau voor Bieden. Echt? Ja. Een shirtje. Nee, alleen maar liefde. Allah, dit is echt gruwelijk. Hey, super bedankt, man. Ben je er klaar voor, Bilal? Ja. Heb je er zin in? Ja. Ga je ze een knuffel geven? Ja. En een kusje? Ja. Zeker weten? Hoi. Hey, Bilal! Is mij? Ja. Oh, mooi. Mama. Niemand heeft het gehad. Nou, dames en heren, we hebben hier staan
Emin. Alles goed, Emin? Ja. Hoe vind je het tot nu toe, Emin? Goed, leuk. Ja? Ja. Hoe bevalt die gozer jou? Grappig. Ja, vind je hem grappig? Ja. Heb je hem een beetje gemist of niet? Ja. Ik hoor... Oh jee, dat kan niet goed gaan. Dit kan niet goed gaan. Er gaat hier iets gebeuren, jongens. Oh jee. Wat ben jij? Nee, Bilal. Maar ja, mij is iets te groot, denk ik. Niks aan de hand. Hè? Oh jee. Bilal, even rustig. Even rustig. Eten nu. Hij is eten, Bilal. Ah. Eten nu. Bilal, ga eens even lekker eten, jongen. Kijk. Wie is de hel? Echte mannen. Echte mannen. Mama. Wie is dat dan? Wat staat hier? Kom eens kijken. Mooi. Mooi, ja. Gaan we nu snijden. Oh. Woehoe. Oh, je broek is kapot. Je broek is kapot. Die is kapot. Ja, dankjewel, Bille. Ja, hallo? Fijn! Hey joh, grappen maken, we weer aan het doen joh. Ja. Assalamualaikum. Papa. Oh, hey, Bilal. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Het is eigenlijk al super laat. We zijn net teruggekomen van huis. Hoe vond je het vandaag, Bilal? Ja. Vond je het leuk? Ja. Klein beetje of heel veel? Oh, sorry. Dat was niet de bedoeling, dames en heren. Sowieso, vergeet alsjeblieft niet alvast te abonneren, mensen. Vond je het leuk? Ja. Heb je ze gemist? Hij doet het nog. Hij doet het nog, mensen. Oh, het spijt ons. Sorry. Hij is echt van de stoel gevallen. Van Rijn, ja, Sophia. Maar het leek alsof zij hem afstapt. PlayStation. Het leek... Gaat het, Bilal? Ja. Hoe vond jij het dan eigenlijk, Sophia? Goed. En ja, leuk. En hoe vind je dat M.B. Bilal er weer bij is? Dat is een applausje, ja. Ja, echt waar? Ja. Kijk eens, Bilal, geef je applausje. Ja. Moet je haar geen knuffel geven? Tja, wat is dat alleen maar? Liefde. Alleen maar liefde. Kijk hem eens zitten dan, gangster. Ja, mensen, excuses. We hebben natuurlijk niet alles kunnen filmen. Het is best wel lastig om bij mijn ouders thuis te filmen. Niet iedereen wil op de film, niet iedereen kan op de film. Dus daar moet ik gewoon allemaal rekening mee houden. Dus wat dat betreft, ja, maakt het wel wat lastig. Maar goed, we hebben toch een kleine impressie kunnen geven. En wij hopen dat jullie daarmee het kunnen doen. Of ja. Niet? Ja. Sowieso vergeet ons niet te volgen op TikTok en op Instagram. Gaat lekker. Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Want wij zijn echte mannen. Ben jij een man? Nee, ja, maar ik zeg het gewoon. En wij geven iedereen alleen maar... liefde! En wij zeggen altijd... positiviteit. Gadis, wil jij nog iets aan toevoegen? Nee. Oh.
Nou, Gadis heeft net een boete gehad. We hebben allebei een boete gehad. Dus. Doei, doei. En dan de tempjes omhoog. Doei. Hier. 100% tempjes omhoog. Hier. Allemaal van mensen tempjes omhoog. Kijk, hier zitten allemaal duimpjes. Ja, er zit bijna een duimpje in mijn oog, schat. Yalla, love. Doei, doei. Doei.